van de dokter wat rustiger aandoen. Dus de prins en de adjudant, de jeugdprins en de jeugdprinses, die waren zo vriendelijk om mij lekker te laten liggen, terwijl ik naar binnen kwam om met jullie carnaval te vieren. Een moment van bezinning hier in de kerk. Welkom. En ik nodig de prins Saxo uit om deze viering te openen. Wie tussen de werkdagen geen feestdagen heeft, bij zijn arbeid geen rust, bij alle gedoe geen bezinning kent, raakt vroeg of laat op hol. Dankjewel, prins Saxo. Nu adjudant Pino uit voor de inleiding op de eerste lezing. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Deze woorden horen vaak. Een beetje gekheid zit in ons allemaal. Gewoon doen helpt dan om het gezellig te houden. Met carnaval mogen we juist een beetje gek doen. Dat is extra gezellig. We leven nou eenmaal in een rare wereld. Je hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Eigenlijk was het wel lekker om een keer liggend de kerk binnen te komen. Maar de boodschap mag duidelijk zijn. We hebben allemaal op zijn tijd rust nodig. Ik heb dat zelf gemerkt. Vorig jaar, september, half september, vakantie was voorbij. Ik dacht, ik ga weer in de vijfde versnelling vooruit. Maar ik kwam niet vooruit. Heel raar. Maar achteraf ben ik blij dat het gebeurd is. Want nou probeer ik toch wat meer momentjes in te lassen van rust en ontspanning. En ik denk dat ik daarin niet de enige ben voor wie dat af en toe goed is. Carnaval is natuurlijk gezellig, feest, druk ook, zeker voor degenen die allerlei taken hebben. Maar als het weer voorbij is, denk er nog maar eens aan terug. Af en toe even een moment van rust. Goede God, wij bidden voor onszelf. Dat we ons tijdens de viering van carnaval niet amuseren ten koste van anderen, maar iedereen in zijn waarde laten. Dat we niemand buitensluiten, zodat we er samen een gezellig feest van maken. Van deze carnavalsviering. Carnaval, het grootste festijn waar vele mensen gelukkig zijn. Dagen feesten, zwaaien, zweren, moppen tappen, lachen en gieren. Carnaval, oh wat een feest, vier dagen zonder geest. De meesten verstoppen in dit land hun narigheden en verstand. Dank jullie wel, Strijfke en Calista.
Daar zal er nu een slotwoord in vieren zijn met de prins en de adjudant. Lappelekkers, lappelekkerinnetjes. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze gebedsdienst. Maar we willen ook graag onze pastoor bedanken. Ook voor zijn woorden die voor mij ook wel indruk hebben gemaakt. Want zelfs met carnaval is ieder momentje rust heel erg welkom, kan ik uit ervaring zeggen. Ik wil graag degene, de dame naar voren roepen die misschien na ons moeder wel als tweede het meeste geduld met mij heeft gehad. En dat is Mien de Kleine, want ik heb volgens mij wel 3 jaar op rijles gezeten. Ja, ik wil ook een paar mensen een onderscheiding geven. De dirigent, Fred van de Huygenvoort en de pastoor. Ha ha ha.